Yo mensen van Goal of Power Productions, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA First Person Story Mode. En vandaag gaan we natuurlijk weer de story mode spelen in GTA. What the fuck jongen, hoe kom je erop? Ik heb geen idee. Misschien heb ik het zelf al verzonnen. Ja, die kans bestaat. Vandaag gaan we verder met de missie-serie die we aan het doen waren. En dat was natuurlijk een hele gruwelijke serie, want de laatste missie van die serie was niet de vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor. Zijn we met een auto dwars door een ziekenhuis geknald. Ja, ik zweer het. Dat is een ziekenhuis. Dat was niet de vorige aflevering. Nee, dat was niet de vorige aflevering. Godverdomme, mijn geheugen is zo goed, jongen. Je zou het kunnen omschrijven als een zeef. Als je daar iets ingooit, dan komt er allemaal een klein sliertje uit. En dat is ook hetzelfde als in mijn hersens. Maar goed, we gaan dus een missie doen, want we hebben iemand gekidnapt in die missie. Dan ben ik benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Fas, die celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Nou, vooruit dan, jongen. Moeten wij het weer op gaan lossen, hè? Ik vind dat zo interessant, dat ze altijd van die interieurtjes hier achter maken waar je dan gewoon nooit meer in kan. Maar goed, die Mongolische filmster, die zit hier achter in de bak. En wij gaan eens even zorgen dat die man nooit meer terugkomt. Ofwel, dat hangt er vanaf. Go to the train tracks. Dat betekent vast dat we voor de trein gaan gooien. Ja, lekker mensen voor de trein gooien. Dat vind ik leuk. Ja, daar ga ik wel van genieten. Ik hoop dat de NS niet rijdt, want als je dan iemand voor de trein gooit, dan zijn ze ook te laat. Dat gaat niet goed. Het gaat niet goed. Niet vanzelf. Het gaat niet goed. Niet vanzelf. Zo gaat het helemaal niet, Jos. Dat weet je toch wel? Ja, dat weet ik. Maak je maar geen zorgen, meneer of mevrouw, de kijker. Oh, die man gaat tegen me praten. Hé, ik heb helemaal geen zin in mensen die tegen me praten vanuit de achterbak. Vind ik achterbaks. Oh, damn, nu is fucking goed. Ah! Oh my god, dit is fucking hilarisch. Please, let me go. I thought you were a big, tough action movie guy. Continue to the destination to kill Eldon Napoli. Oh, stop de car en get out. Nee, ik wil gewoon die man doodmaken. Mag ik nou niet een keer een fucking filmster doodmaken? What do you want? Wat de fuck moet ik met de schilderij? Oké, wacht. Dus als we eruit gaan, krijgen we dan geld. Kijk naar mijn fucking bankaccount. Bankaccount in het Engels. Voor de mensen die denken van, joh, wat de fuck zeg je nou weer? Ik zei bankaccount. Niet zo'n bank van aan je woonkamer. Een fucking bank waar je fucking geld op staat. Nou goed. 14 miljoen. Denk je dat ik gewoon een paar fucking centjes van die Mongool wil hebben? Dacht eens even niet, je gaat lekker dood, meneer de klootzak. Je moeder? Oh! Recht in zijn moeder. Oh, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Zo gaan we allemaal dood. Een hert! Maak hem kapot! Maak hem dood! Waar is die? Oh mijn god, dat gaat veel te hert. Ja, leuk. $10,000 op je mel, gauw. Jij gaat lekker kapot. En daar is de train al. Fuck. I fucked up like iemand die het opfakt. We zijn er. Oh, motorrijden. Oh, wacht even. Oh, ik heb even belangrijke dingen te doen. Helemaal kapot. Vind ik leuk. Sorry, ik liep me even afleiden. Ik wou zeggen, we zijn er bijna. Hallo, what the fuck is dit nou weer? Waarom is mijn auto naar de file staan? Ja, vind je het gek als je motorrijder naar de tv's rijdt? Hé, er gaat nog een hert. Oh, wil je ook zelfmoord plegen, hertje? Wat gezellig. Lekker samen zelfmoord plegen, ja, la la la. Here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. Leave the car on the tracks. Nou, dat doen we dus even lekker. Ja, even lekker in zo'n tuinstoeltje erbij zitten kijken met een glasje bier in zijn hand. En genieten van dit spektakel. Red ik nou de goede kant op eigenlijk, of what the fuck? Oh, daar gaat het. Oh! Wow! We got wrecked! Deze man is volledig naar de wormenvoer. Dat was een goede zin. Maar ik had helemaal geen zin om die zin goed uit te spreken. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV. Before we met him.
Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Holy macaroni, skin of your teeth. Nou, ik weet niet wat dat nou is, maar in ieder geval 75%. Dat is gewoon, oh mijn god, er komt nog een trein aan. Daar overleven wij niet, zeg maar. Oh damn. Kunnen we nou ook zijn lijkje nog zien in de achterbak? Ik ben wel benieuwd daarnaar eigenlijk. Oh nee, oh nee. DNS, jongen, die komt altijd op het moment dat je ze niet nodig hebt. Hè? Wil ik dit fucking treinras oversteken komen die ik moet holen weer? Come on, zeg. Ik kan niet... Hey, rustig aan. Ik probeer gewoon een lijk te vinden in de kofferbak. Laat me nou eens even. Ik kan niet echt zien wat erin zit. Maar het moet toch kunnen? Zou je zeggen, in principe, hè? Maar ja... Ja, godverse bloed aids, jongen. Ja, als het al niet lukt, dan lukt helemaal niks meer. Even kijken, tot volgende week. Dan gaan we weer andere epische missies doen. Later!